Kale en Kokkie wordt mede mogelijk gemaakt door Kesbeke en Febo. Het is heel vervelend dat ze 18e staan, maar het is nog maar een tijdelijk verhaal. Maar ik heb gisteren wel een Ajax gezien die een drive had. Een Ajax wat gevaarlijk was. Een Ajax wat een hele hoop kansen creëert in de eerste helft. Hoe kan het in godsnaam mogelijk zijn dat die rare Duitsers een halve voetbalclub naar de kloten helpen? Goedemiddag, mannen. Oh, dit klinkt wel heel triest niet. Het is ook heel triest. Oh. Want Ajax staat allerlaatste. Dit was ingecalculeerd, Sam. Hoe bedoel je? Nou, dit hadden we verleden week hebben we toen gezegd. Je krijgt nog één lastig potje tegen PSV. Je krijgt twee hele lastige wedstrijden. En daarna gaan we bouwen aan een, maar dit is aan een herstel. Dit is historisch. Dit is, ja, zeker dit, historisch. Dit is het allerergste wat er kan gebeuren. Nou, nee, weet je wat daar mooi is van Sam? Dit is het begin van iets heel moois wat gaat komen. Want nu ga je bouwen aan de wederopbouw van Ajax. En hier ga je met z'n allen sterker uitkomen. Ja, weet je, je moet nu maar één ding doen en is achter je club blijven staan en geen flauwekul gaan maken. Je moet nu gewoon zorgen, er wordt alles in het werk gesteld om het op de burelen rustig te krijgen. Er wordt alles in het werk gesteld om het op technisch niveau rustig te krijgen. En het enige wat er nu moet gebeuren is dat die jongens op het veld het verhaal gaan oppakken. De gifbeker is nu leeg, Sam. De gifbeker is nu leeg. Maar dat is omdat je allerlaatste staat. Dat is toch het allerergste wat er kan gebeuren op dit moment. Ja, maar je staat allerlaatste. Maar je moet niet vergeten dat je ook nog twee inhaalwedstrijden hebt. De ene die moet je van de week spelen. De andere zijn nog een resterende 6 minuten. Heb je in één keer die 6 puntjes wel erbij, dan sta je in één keer 11e. Dus laat iedereen, alle Ajax-haters, nu nog maar even allemaal lachen. Even allemaal naar de ranglijst kijken. Want voorlopig gaat dit niet meer gebeuren. En ga er nou maar van genieten. Dat zouden wij ook doen als daar een PSV of een Feyenoord hadden gestaan. Dan hadden we ook gelachen. Dan hadden we ook heel veel lol gehad. Allemaal hartstikke leuk. En, Ik dacht dat jullie veel teleurgestelder zouden zijn. Maar luister, als jij onthoudt toch nog wel dingen. Hè? Want je bent op een leeftijd dat je hersentechnisch en zo nog alles op de rijtje hebt. Niet dementeerd, dat is niet goed. Dementeerd. Nog niet. Dus nou, we hebben het verleden week en de week daarvoor hebben we het gehad over het rijtje aan wedstrijden wat we zouden krijgen. Tegenstanders die je krijgt. En dat we dat met dit elftal, met dit materiaal en alles wat er verder omheen gebeurde niet tot een goed einde zou brengen, dat kon elke figuur op zijn. Maar wat vind je ervan dat Ajax gewoon laatste dat staat? Dat is het meest afgrijzelijke wat er is. Het is heel vervelend dat ze 18e staan, maar het is nog maar een tijdelijk verhaal. Hè? Dus nog wat hij zegt, heel terecht, ga ervan genieten. Mensen die Ajax-haters zijn. En we gaan vanaf vandaag gaan we omhoog kijken. Er moet alleen nog wel wat gebeuren, als we nou toch hebben over een paar dingetjes. Hè. Er zitten nog een paar mensen daar in die arena, waaronder meneer Hendricks. Die uiteindelijk ook indirect verantwoordelijk is voor het zootje wat er op het veld staat. Je moet nog eventjes zorgen dat hij weggaat. Er komt wel een nieuwe man aan het roer te staan. John van het Schip. Hoe reageer je daarop, Kok? Ja, ik reageer daar prima op. Want dat is weer gewoon een Ajaxiete die bij Ajax al van alles en nog wat meegemaakt heeft. En ik denk dat dat in belang van je club heel belangrijk is dat dat soort mensen nu terugkomen. Het enige wat ik wel een beetje jammer vind is dat er weer een buitenlandse assistent moet komen. Iemand die nog helemaal niks met Ajax heeft of doet. Maar wel met John van het Schip, toch? Ja, maar dan denk ik, John van het Schip, we hadden ook bijvoorbeeld Stanley Menzo vrij, of een Sonny Siloy vrij, of een Winston Bogarde vrij. Zijn jongens die jij kent, jongens die Van Gaal kent, jongens die Ajax DNA hebben. Hou nou eerst eens aan boord de mannen die wat met die club hebben, de mannen die met die club willen gaan. Dat zou ik doen. Want John is ook op tijdelijke basis. Het is wel leuk dat je er weer een aan toevoegt van buitenaf. Maar ja, voor mij had dat niet goed. Ik had dat anders ingevuld. Dan speelt Ajax gisteren een topper uit in Eindhoven. En dan die eerste helft, dan denk je, ja, het kan misschien wel. Toch? Dachten jullie dat ook? Als je heel eerlijk bent, is die eerste helft is het beste wat je van Ajax dit seizoen gezien hebt. En dan moet je je afvragen waarom Maduro en Vos in 1 week dit voor elkaar krijgen, wat onze vriend Stijn in 12 weken niet voor elkaar heeft gekregen. En dan zeggen mensen, je verliest de wedstrijd omdat je een hele slechte tweede helft speelt. Je speelt niet een hele slechte tweede helft. Peter Bos, die doet wat een goede trainer met een grote, brede, mooie selectie doet. Die heeft 2 prima wissels gedaan in de rust.
Waardoor PSV na de rust een stuk sterker is. En toen zijn de drie Ajaxiden, je linksback, je rechtsback en meneer Soutalo, die zijn volledig door het ijs gezakt. En die hebben laten zien dat ze niet van niveau Ajax zijn. Want die zijn daar overklast door die PSV'ers. Elke aanval was gevaarlijk. Elke aanval. En daar kan je als coach niks meer aan sturen. Daar kan je niks meer aan veranderen. Was het een vernedering gisteren? Nee, maar die tweede helft krijg je gewoon te zien wat je al weken zegt. Dat bepaalde spelers niet het niveau zijn van Ajax. Dat is wat er de tweede helft gebeurt. Die Avila gisteren, echt. Dat is een Argentijn die... ik denk dat die Overmars hier nog steeds de kramp heeft van het lachen. Dat hij die voor een godsvermogen heeft verkocht aan ons. Als hij trouwens een beetje Ajaxiet was geweest, had hij dat natuurlijk van zijn levensdagen niet gedaan. Hè? Maar je vond hem niet goed, Kale? Ja, kom op nou. Dat mag natuurlijk zo'n karikatuur van een linksback. Kom op nou. Dat is toch te krankzinnig voor woorden wat die man laat zien gisteren. Het is het niveau Kozakkenboys, weet ik veel. Zoiets. Ik weet niet wat die jongen kon doen ook, hoor. Hij heeft wel mooie tattoos, dat wel. Dat wel. Ajax staat nu wel laatste. Ja. John van het Schip komt. Is er dan hoop? Want ja, wat je gisteren zat, is wel weer schrikken, toch? Even voor de duidelijkheid. Je krijgt nu een serietje waarin je vertrouwen... Je krijgt vertrouwen door te winnen, Sam. Dus we gaan donderdag tegen Volendam voetballen. Dan krijgen we zondag Heerenveen. Dan krijgen we Brighton thuis. En vervolgens krijgen we een serietje met NEC en een aantal van dat soort type clubs. Dan ga je punten halen. Tot aan de winterstop hebben we een paar weken geleden ook gezegd. Dan is het schrapen. Je punten binnenhalen. Ja, maar ze luisteren niet. Nee. Weet je, je punten binnenhalen. En dan uiteindelijk in de winterstop gaan we kijken waar we staan en hoe we verder gaan. Dat is het verhaal. En wat ik belangrijk vind om nog even te melden. Hij heeft eigenlijk het verhaal al voor het grootste gedeelte verteld. Maar Schip, daar hebben we de toezegging van ook gekregen. Dat wat er ook gebeurt, mocht het onverhoop niet gaan zoals we hopen met elkaar dat het gaat. Dan blijft hij in ieder geval zitten. Dat vind ik wel een geruststelling dat op voorhand. Die gaat in elk geval een functie krijgen. Niet als, het hoeft niet als trainer te zijn, maar binnen Ajax. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat je dat soort mensen doet. Want ook van het Schip is voor de time being daar. Maar je kan dingen 100 keer herhalen. En journalisten blijven dezelfde vraag stellen. Ja, je staat laatste. Ja, dat zien wij ook dat je laatste staat. Hebben we ook 2 weken geleden gezegd dat dat scenario er best wel eens in kon zitten. Want een Ajax in hele goede doen wint ook niet heel gemakkelijk van PSV uit. En een Ajax in de vorm waarin ze nu zitten, met de kwaliteit die ze nu hebben, win je al helemaal niet makkelijk van PSV. En zo'n eerste helft als dat Ajax op de mat ligt, had ik van tevoren niet verwacht. Want ik vond Ajax de eerste helft echt goed. En met een klein beetje meer mazzel en een beetje scherpte van je spits ga je met 3-4 doelpunten de rust in. Hoe keek je naar en dan Bobby? Wordt het een heel ander potje. Nou ja, sommige dingen is een klein beetje pech en andere is gewoon onrust in zijn kop. Dat gaat te snel, te gehaast. Die bal die hij naast en overschiet, als hij daar rustig overzicht bewaart, schuift hij hem laag in de andere hoek, is het een doelpunt, staat 2. Maar spits moet toch gewoon die ballen erin leggen? Ja, dat normaal gesproken wel. Ja, spits in goede vorm wel, ja. Maar ook hij is niet de spits in goede vorm op dit moment. Die knijterhard aan het werk is voor zijn zelfvertrouwen en dingen. En dat zie je in alles terug. En dat krijgt hij pas terug op het moment dat je wedstrijden wint, dat je doelpunten maakt. Ondertussen zijn er ook Ajax-iconen zoals Rafa van der Vaart die gewoon zegt, ja, ik maak me echt zorgen om die degradatie. Het is ook een, maar ook daar hebben we het over gehad, hè. Het is een lastige manier van, er zit een andere druk op je elftal, er zit een andere druk op de club. Degradatievoetbal moet je ook kunnen spelen, dat is ook niet te verklaren waarom, maar er zit een bepaalde druk op het elftal straks. Maar spelen we degradatievoetbal? Speelt Ajax nu om degradatie? Als je 18e staat, speel je degradatievoetbal. Zo simpel is het toch? Maar dat is toch verschrikkelijk om te zeggen? Ja, maar dat heb je al een paar keer herhaald, toch? Maar ik maak me ook wel een beetje zorgen om Van der Vaart en om een Snijder, is wat ze zeggen. Als je die hoort praten in die programma's allemaal. Meneer Van der Vaart heeft geen tijd om een functie bij Ajax aan te nemen. Hij zit wel leuk aan. Hij zit op zondag zit hij bij de NOS. Op maandag zit hij bij Ziggo. Vervolgens zit hij bij RTL op de dinsdag, de woensdag, de donderdag de wedstrijden te doen. Dan weet ik niet, vriend. Maar als je nou zegt dat je geen tijd hebt, maar je hebt wel tijd voor al je snabbels erbuiten, dan moet je misschien ook op bepaalde momenten je bakkes houden. En in sommige dingen, ik ben absoluut geen voorstander van Pierre van Hooijdonk. Absoluut niet. Maar ik denk dat hij hele rake dingen zegt. Weet je, want het Stijn blijven verdedigen is zo langzamerhand wel een klein beetje klaar. Maar dat laat dit wel zien, hè? Misschien als je ook wel ziet wat een Maduro en een Vos in 1 week tijd met deze selectie voor elkaar krijgen,
En hun kunnen niet toveren. Hè? Hun kunnen niet Avila een betere linksback maken. Die kunnen niet zorgen dat Soutalo in één keer alles daarachter pakt. Maar ik heb gisteren wel een Ajax gezien die een drive had. Een Ajax wat gevaarlijk was. Een Ajax wat een hele hoop kansen creëert in de eerste helft. En voor hetzelfde geld gaat datzelfde Ajax met 4-1 de rust in. En dan wil ik het hele spelletje nog wel eens zien in de tweede helft. Heb je gisteren ook een Ajax gezien die FC Volendam van de mat gaat vegen? Als jij dit kan brengen, speel je bijna elk elftal in de eredivisie van de mat. Alleen op dit moment is je achterstand op PSV, op Feyenoord, op Twente en AZ, die een ingespeeld elftal hebben, die is gewoon aanwezig, klaar. En dat is wat wij ook al weken zeggen, je moet die titel uit je kop zetten. Plek 2 moet je uit je kop zetten. Waar je voorlopig voor moet knokken is dat je op plek 5 komt te staan, zodat je recht hebt op Europees voetbal. Dat is wat je moet doen. En wat jullie van de pers allemaal eens moeten doen, is luisteren. En niet alleen maar je eigen plannetje doen en naar de ranglijst kijken en zeggen je staat 18e. Ja, dat hebben wij 3 weken geleden al gezegd. Dat je dat, dat die je plek moet het wel zeggen toch bij zo'n persconferentie. Ja, maar je moet toch reëel blijven. Je moet gewoon kijken tegen wie of wat je speelt. Weet je, als jij in deze vorm, verwacht jij dan dat je PSV, die ongeslagen bovenaan staan, dat jij die in eigen stadion even van de mat afspeelt? Jongen, dat doe je nog niet met een Ajax die op de eerste plaats staat. Speel je ze nog niet daar in hun eigen stadion van de mat. Had jij verwacht dat Ajax zo voor de dag kwam, de eerste 45 minuten? Had jij dit verwacht? De eerste drie kwartier spelletjes van de mat. Verwacht, dat had ook, niemand verwacht. Maar ik had ook niet verwacht dat we laatste zouden staan. Ondanks dat je die 2 potjes kan inhalen. Ja. Het is wel iets wat je moet benoemen, omdat het gewoon dood en doodzonde is. Vind ik. Ja. Dat is toch ook benoemd of niet? Ja, het is nee, ook benoemd. Hij vraagt even wat ik ervan vind. En daar zijn een paar mensen, die zijn daar de hoofdzondigen, die dat op een konto hebben. Als jij bijvoorbeeld, wat mij dan het meest verbaast, waarom hebben we het met de pers allemaal niet over Mislintat? Ik hoor daar helemaal niemand meer over. Maar die man is het gewoon een oplichter met wat hij gedaan heeft. Hij is gewoon voorzitter een crimineel. Hij is nog niet veroordeeld. Nee, maar het is een criminaal. Maar ik zou wel eens willen weten dat jullie daar eens met de persers achteraan gaan. Dat je daar eens jacht op gaat maken. Want een Stuttgart, die is ook onderzoek gaan stellen. Arsenal is ook een onderzoek in gaan stellen. Stuttgart gaat niet meer verder met dat onderzoek trouwens. Ajax stelt ook een onderzoek in. Follow the money is ook bezig om te kijken waar blijft al die poen. Dan denk ik dat ook weten interessant is om te kijken hoe kan het in godsnaam mogelijk zijn dat die rare Duitser een halve voetbalclub naar de kloten helpt. Want vergeet niet dat die man dat in een paar maanden tijd gedaan heeft. En dat zijn dingen, daar moet je eens achteraan gaan met z'n allen. Dat we 18e staan, dat kan een blinde nog zien in de krant, weet je, en op de ranglijst overal. Maar ga er nou eens achteraan wat de oorzaak is. Ga nou eens opzoeken, wat doet die fan nu? Waar is die fan nu? En ga daar nou eens achteraan als pers. Ga niet allemaal die open deuren ingooien. We weten allemaal dat het slecht is. Slechter dan dit kan het niet. Vanaf nu kunnen we alleen omhoog gaan. En daar zullen we met z'n allen moeten doen. Die gasten die op het veld staan, de technische staf, maar ook de supporters. Met z'n allen blijf je achter die club staan. Ik heb het gisteren op onze social media gezet. Ajaxiet ben je niet voor even. Ajaxiet ben je voor het leven. Klaar. En that's it. In goede tijden, slechte tijden, Sammy. Maar nog maar een keer, er zijn een aantal mensen verantwoordelijk ook voor het aanstellen van meneer Mislintat. Sjoerd de Sliek moet een keertje in de spiegel gaan kijken. En dus de lid van de Raad van Commissarissen, Maurits Hendricks, moet in de spiegel kijken. Zelfs ook nog Edwin van der Sar. En Edwin van der Sar in de plaats. Maar goed, deze twee die er nu nog zitten, is klaar, hè? Is klaar. En die hebben jullie verantwoordelijk voor, hè? Die hebben ook Stijn aangesteld. Ja, je hebt gisteren gezien, Peter Bos, je ziet wat hij in de rust doet. Diezelfde Peter Bos had gisteren op jouw bankje kunnen zitten. Maar dat wou meneer Van der Sar niet. Ja, op het laatste moment, hè, toen iedereen ging mouwen, toen hij bijna rond was, toen werd er gezegd, ja, oké, als je borst, nou, ik hou het niet tegen. Nee, als het dan ergens anders al bijna rond is, natuurlijk hou je het daar niet meer tegen. Donderdag is die wedstrijd tegen Volendam een erg belangrijke wedstrijd. Wat voor een wedstrijd verwachten jullie? Volendam gaat een bus parkeren, kun je wachten. Ja, en dat gaat een hele moeilijke wedstrijd worden, tenzij je vrij snel een doelpunt maakt. Want dan zal Volendam toch iets gaan doen. Hetgene wat je moet voorkomen, is dat Volendam het eerste doelpunt maakt. Je zal gewoon bij de les moeten zijn, scherp moeten zijn, snel voetbal moeten spelen. Dat is de enige manier dat je het op een hoop kan spelen. En dan is niet alleen die wedstrijd belangrijk. Ook de volgende is belangrijk. En de volgende, alles wat nu komt, is belangrijk. Punten halen. In de winterstop, vertrouwen kweken. In de winterstop kijken van wie kan je afscheid nemen. Voor sommigen kijken, levert het geld op, kan je wat beters, kan je wat terughalen. Bijvoorbeeld voor je rechtsback
Ik zou nog maar eens kijken in Enschede. Daar is een Brenet. Die is nog steeds over. Zou heel prima in dit Ajax passen. En voor de rest, kijk eerst in je eigen ding wat je hebt. Kokkie, om af te sluiten. Jij zag ook een spandoek in Eindhoven. Ja. En degene die dat gedaan heeft, weet je... Ik vind het heel mooi dat je een spandoek doet. Het spandoek had op zich heel veel humor. Het is dan alleen heel jammer wat je daaronder doet met dat 34. Want jij denkt wel dat het echt expres is. Natuurlijk, weet je. En als je dan een afloop gaat zeggen, het heeft met 34 wedstrijden te maken. Nee, vriend. 34 staat voor jouw IQ. Voor diegene die dat gemaakt heeft. Je moet dus naar het trainingsveld bij PSV gaan. Dan moet je aan Saibari vragen waarom die jongen met rugnummer 34 speelt. Je moet die man die op de tribune gisteren een hartaanval kreeg, dus vragen hoe belangrijk het voor hem was dat daar en de dokter van Ajax was en de dokter van PSV was. Weet je, je moet nadenken voor je bepaalde humor maakt. En ook wij maken humor als het slecht gaat bij een tegenpartij. Maar sommige dingen is geen humor meer, vriend. Is geen humor. En je dan achteraf verschuilen in 34 wedstrijden, dan ben je nog slappe zak, ben je ook klaar. Ik vind dat heel, heel, heel slecht, vind ik dat. Duidelijk. Ik ga jullie sterkte wensen in deze barre tijden. Hij kijkt er ook zo ernstig bij, heb je dat gezien? Ja, ik dacht, ik ga niet lachen. Nee, moet je niet doen, Sam. Die knal voor je kamer krijgt toch wel.